Daar zijn ze weer. Ja. Goedemorgen. Ja, het is feest. Hotzee. Kijk eens eventjes de vlag mee. Oranje boven. Ja, want we mogen trots zijn, toch? Wat een topweek. Ongelooflijk. Het regent werkelijk waar. Coëfficiënte punten, maar daar komen we zo even op terug. En niet alleen coëfficiënte punten, maar dat zien we zo. Want het regent ook croissantjes. Laten we beginnen met PSV. 4-1. Ja. 4-1. Ja, dat zijn goede overwinning, hè? Ja. Mag ook bij aangetekend worden dat Sturm Graz er niet zoveel van bakte. Maar goed, 1-4 is natuurlijk altijd knap in Europa. PSV voorkomt dat de stress toeslaat. Dus konden we de overwinning natuurlijk ook goed gebruiken naar de matige resultaten van de afgelopen weken. Groots was het spel niet, concludeert de Volkskrant. Tenzij Cody Gakpo zich ermee bemoeide. De aanvaller uit de Eindhovense volkswijk Straten werd pas in het voorjaar 22, maar scoort alleen maar krullen op zijn rapport, zelfs in een periode als het minder loopt. Hij drijft als een hinder langs tegenstanders, heeft ondertussen oog voor de slimme steekpaas. Zijn trap is van wereldklasse. Kijk, wat een woorden uit de Volkskrant. Hartstikke ja, mooi. Ja, het regent complimenten voor Cody Gakpo. Terecht, want hij was echt heel goed. Wie niet zo goed was, was de scheidsrechter van dienst. Oekraïner. Wat was dat slecht, hè? Maar dat is toch ongelooflijk. Ik heb het al vaker gezegd. Als je op een laag niveau speelt, Europa League, Conference League, krijg je ook de mindere scheidsrechters. Dat bleek weer. Want Cody Gakpo kreeg een gele kaart. Echt ongelooflijk. Waar hij dat plakje kaas vandaan toverde, dat weet helemaal niemand. En die rode kaart van Sangaré, ja, dat is echt bizar. Sangaré die gaat gewoon een duel aan, probeert tegenstander van zich af te houden. Komt toevallig een vinger in iemands oog en die kan vertrekken. Ja. Die missen ze tegen Monaco, dat is jammer. Een schandalige beslissing van die scheidsrechter. Ja, over Monaco gesproken trouwens, die spelen 1-1 tegen Sociedad. Wat betekent dat PSV koploper is. Ja, ja. En daar zal het niet bij blijven, straks nog meer koplopers. Maar PSV begint in ieder geval hartstikke goed, ze staan er goed voor. Ja, even kijken, het croissantjesklassement. Laten we die er maar eens bij pakken. Ja. Hoeveel croissantjes voor PSV? Nou ja, je kan het wel raden. Drie croissantjes. Drie stuks voor PSV. Hartstikke naar leuk. Naar de 1-4-7 in Oostenrijk. Dan gaan we door naar Feyenoord. Ik moet persoonlijk zeggen, ik ben wel onder de indruk van Feyenoord dit seizoen. Ja, dat gaat verrassend snel, hè, hoe Arne Slot die ploeg naar zijn hand weet te zetten. Echt knap. Hartstikke leuk. Het ziet er allemaal leuk uit. Goede sfeer in het team. En een ijzersterke eerste helft weer. Slot is echt aan het overtuigen. Ja, Slavia Praag toch niet de eerste beste tegenstander. En Feyenoord tikte ze echt helemaal zoek. Feyenoord heeft ze op een hoop gespeeld, concludeert de Telegraaf. Feyenoord-trainer Arne Slot durfde in aanloop naar de Europese wedstrijd Ajax als voorbeeld te stellen. Hij vond dat zijn ploeg meer kansen moest creëren uit het vaak hoge percentage veldoverwicht. Die belofte die kwam uit Eindhoven van PSV, maar werd in de praktijk gebracht in de Kuip. Met vol gas voetbal speelde Feyenoord de Tsjechische kampioen Slavia Praag in de eerste helft op een hoop. Kijk, zei ik net al. Ook weer lovende woorden. Eens kijken of er ook mooie woorden vanuit de heer Van der Sande komen. Hoeveel croissantjes? Maak je me wel heel groot, hè? Maar goed, de mensen zitten toch op te wachten. Ja, drie croissantjes. Drie croissantjes, wow, natuurlijk, voor Feyenoord. Zicht. De volgende drie punten. Het regent werkelijk waar croissantjes op deze. We zijn er nog altijd niet. Nee, want we gaan door naar AZ. Ook AZ pakt drie punten. Ja. Oh, het is smullen. Het is lekker, hoor. Lelijk en lekker, schrijft de Telegraaf over de wedstrijd van AZ. Want AZ was hartstikke slecht. Oh. Zeker in de eerste helft. Lelijk slaat namelijk op het veldspel. AZ creëerde echt geen halve kans in de eerste helft. We kwamen gewoon niet onderuit tegen FK Jablonec. Ja, maar kom op. We pakken gewoon weer drie punten. AZ in een mindere fase. Dat is toch gewoon hartstikke lekker. Ja, maar het is ook lekker. Ja. Maar die dingen moet je gewoon los van elkaar zien. AZ speelde gewoon slecht. Maar goed, laten we het daar dan niet te lang over hebben. Een foei lelijke wedstrijd winnen. En nog onterecht ook. Het zijn de lekkerste, schrijft de Telegraaf. AZ staat bovenaan de pool, net zoals Ajax, PSV en Feyenoord. Ja. Dus, het goede nieuws blijft maar komen. Nou. Ja, inderdaad. Ook goed nieuws vanuit de bakkerij vandaag. Ja, toch even getwijfeld, want AZ speelt niet goed. Maar laten we een keertje niet moeilijk doen op vrijdagochtend. Drie croissantjes ook voor AZ. We moeten alleen nog even Vitesse. Ja. En dat is wel jammer, want die spelen een hele goede wedstrijd. Alleen gaan uiteindelijk met nul punten naar huis. Ja, Vitesse deed het heel aardig, maar zijn natuurlijk ook gewoon genaaid door de scheidsrechter. Overtreding op Bazour, waar uiteindelijk die penalty en die 1-1 uitkwam. De Telegraaf ziet dat voormalig Ajax-target Kamaldeen Sulemana de beul van Vitesse was. Als het aan Ajax had gelegen, dan was Kamaldeen Sulemana wekelijks op de Nederlandse velden te bewonderen geweest. Maar de Ghanese coach verstaat erin en deed bij een eenmalig bezoekje aan Arnhem Vitesse pijn in de Conference League. Sulemana was de beul als maker van de 1-2. Met de groet uit Rennes en niet vanuit Amsterdam dus. Ja, jammer. Geen punten. Maar hoeveel croissantjes? Om een goede moed erin te houden voor Vitesse. 1 of 2, wat zeg jij? Nee, we gaan niet te makkelijk doen. 1 croissantje. Dan tot slot nog even die coëfficiënten, want dat gaat nu wel heel erg lekker. Oh. Ja, het is harken geblazen. Echt ongekende wilde. 1,6 punt erbij. Een bizar aantal. Een van de beste coëfficiëntenweken ooit, schrijft Michel Albink, de man van de statistieken die altijd alles mooi bijhoudt. We zijn op dit moment, hou je vast, het best presterende land dit seizoen in Europa. Oi, 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 oi. Echt ongelooflijk. We zitten Portugal en Frankrijk op de hielen voor het extra Champions League ticket. 4 koplopers in de 5 pools en Vitesse doet ook nog mee. Ja. Echt helemaal niet spannend te merken. Kijk of dat over 3 weken weer zo is, want de Interland zit er tussen. Nou, heel graag tot dan. Tot dan, jongen. Hoi. Hoi.